Nou ja, ik was dus in de sauna donderdag. Nou ja, dat is gewoon genieten, weet je. Dat is toppie. Beetje in die sauna's banjeren. In die baden hangen. Beetje observeren. En natuurlijk naar de voortplantingsorganen van het andere geslacht kijken. Nou, ben je daar immers voor, toch? Nee, dat is niet waar, maar dat is wel een belangrijk aspect van de sauna. Denk ik zo. En dan hoort jullie van, ja, maar hey, dat kan je toch niet maken, man? Een beetje naar andermans kut liggen kijken. En dan zeg ik van, ja, hallo. Dat is iets heel normaals. Dat is iets heel natuurlijks. Dat is instinct. Gewoon even kijken van, wat voor vlees heb ik in de kaap? Weet je wat je niet kan maken? Dat je er niet naar ligt te kijken. Om de shit te onderdrukken. Dan krijg je dus een hele rare situatie. En die situatie, die speelt zich dus af in een sauna. Daar heb je dus twee soorten mensen. Mensen die wel heel graag willen kijken. Maar niet kijken. Dus die lopen de hele dag een beetje zo. Verdwaasd en verdwaald rond. Af en toe lopen ze tegen de muur op. Of tegen een lamp. Maar ja, je kijkt niet. En dan heb je dus de mensen die wel kijken, maar niet willen dat je kijkt. Of niet weten, willen weten dat, dat jij niet weet dat zij kijken. Weet je? Dus mensen die kijken, maar dan doen alsof ze niet kijken. Ja, die heb je ook gelijk door, man. Als je aankijkt is het, dus ja, dat is heel vreemd. Dat is een hele rare situatie. Dus ja, wat ik altijd doe. Ja, ik kijk gewoon, weet je. Ik kijk gewoon naar je kut. Ja, en als die wijven dan naar me kijken van, ja, wat lig je naar mijn kut te kijken? Ja, ik blijf gewoon kijken. Of ik kijk ze aan van, joh, heb ik iets van je aan of zo, weet je. Anders denken ze dat je met een of andere, dat ze met een of andere viespeuk te maken hebben. Dat wil je dus niet. Dat ben je dus niet. Je bent geen viespeuk. Kom op. Snap je? Dus ja, ik kijk altijd gewoon. Dus ja, dan krijg je wel eens van, joh. Hey, lig je nou naar mijn kut te kijken? Dan zeg ik, ja man, ik lig naar je kut te kijken. Best blij dat ik naar je kut kijk. Ik zou me drukker maken als ik niet naar je kut dacht te kijken, toch? Misschien is een compliment waard. Ja, of wat je ook vaak hebt, is dat die wijven dan helemaal gevleid zijn, weet je wel. Zie ik dan nou goed, lig je nou lekker naar mijn kutje te kijken? Dan zeg ik, ja, ik lig naar je kut te kijken. En nou, mafkees? Even normaal blijven doen. Dus dat soort dingen, weet je, dat is gewoon ontspannen. En het is gewoon een hele leuke sfeer en heel ongedwongen. Dus ja, ik kom graag in de sauna.